Dit is de begraafplaats Sint-Barbara in Utrecht. De bedoeling is dat hier een nieuw crematorium komt en daar is verzet tegen. Buurtbewoners verwachten door het crematorium verkeersoverlast, gezondheidsproblemen en milieuvervuiling. De lucht in Utrecht is zeer vervuild, een van de meest vervuilde van Nederland. En die vervuiling neemt dan aanzienlijk toe. En heel plat gezegd kun je stellen dat wij hier straks allemaal resten van verbrande mensen inademen. Volgens de directeur van de begraafplaats hoeven mensen niet bang te zijn dat het crematorium voor problemen gaat zorgen. Er komt een hypermoderne elektrische oven, uniek in Nederland. Dat betekent dat de uitstoot die er al nagenoeg niet is bij een gasgestookte oven, bij de elektrische oven nog minder, zeg nul zou zijn. En misschien goed ter vergelijk, een houtkachel die in een tuin staat stoot vele malen meer uit. Niet alleen bewoners van de Emmalaan voeren actie. Ook in andere wijken bestaan zorgen. Er wordt druk geflyerd en de actievoerders zijn inmiddels met ruim 700 man. En wij hopen dat dit een serieus signaal is voor de gemeente. Er zijn genoeg crematoria in Utrecht, zo stelt Theresa. Nog eentje is te veel. De directrice van de begraafplaats vindt dat te kort door de bocht. Crematieruimte, om maar zo te zeggen, voor het proces is er voldoende. Maar daarnaast is er in de omgeving te weinig capaciteit om ook echt afscheid te nemen en nadien ontvangst te laten plaatsvinden.